Bij een klant heb ik de opdracht aangenomen om IKEA-kastjes in te korten. Ze wilden 3 kastjes tegen de muur, maar de meeste kastjes waren te diep en die staken te veel uit. Dus ze willen een diepte hebben van 25 centimeter, oftewel 250 millimeter. En ze heeft 3 kastjes gekocht en dan ga ik die uit elkaar halen, tenminste de verpakking eraf halen. En dan, ik mag hier niet met een mes. Nee, mag dat misschien nog wel. Er doorheen gaat, want wat heb ik hier? Dit lijkt op een deurtje. Oké. En hoe zag het plaatje er nou uit? Hoe heet die? Dit gaat handig. En waar ik naar op zoek ben, dat is deze verbinding waar die kastje aan hangt. Want ik ga hem hier in de breedte of in de diepte ga ik een stuk afzagen en dit moet verplaatst worden. Dus ik wil graag zien hoe dat in elkaar steekt. Dat is de zijkant. Dat was de boven- en onderkant. Want ik zie aan de gaatjes van de planken dat dit moet de zijkant zijn. Maar als ik hier een stuk afzaag, dan ben ik die gaatjes kwijt. Kijk, wat gebeurt er nou? Deze dingen die moeten in zo'n plank. Die aan de kant zijn met die enkele gaatjes. Dus dat is de achterkant. Ja. En dit ding. Kijk. Hier moeten ze in. En dan zit hier achter iets. Dus als ik hier. Ja, kan dat? Ik wil een diepte van 25 min 2 is 23, want het deurtje gaat eraf. Dus 23. Dat is wat er gebeurt. Zo. Maar die kastplanken. Die laten we even met rust, geloof ik. Dat ziet dan wel. Hoe ik dat oplos. En dan moeten hier die 3 gaatjes, die moeten hier komen. En dit gat moet daar komen. Dus ik moet dat systeem moet ik verplaatsen en dan kan ik hem zagen. En moet ik opletten dat ik ook zo'n gleufje kan maken. Ik moet hetzelfde verhaal moet ik daar hebben. Even kijken, hoe doe ik dat? Ga ik eerst zagen of ga ik eerst boren? Ik kan hem afzagen en dan kan ik dat op mijn kolomboor overnemen, die maten. En dan ga ik dat in mijn kolomboor zo instellen dat ik ze zo kan. Want ik heb natuurlijk meer van die dingen. Nou, ik zet er een emmer bij. Al die losse onderdelen. En ik heb deze. Dat ding, dat is de ophanging. Hier komt er ook één. Dit spaanplaat met een laagje eroverheen en je gaat boren, dan heb je heel snel dat je de kantjes eraf
trekt. Maar nou heb ik ontdekt dat als je heel langzaam begint met boren, dus je begint eerst heel langzaam en dan trek je hem door en dan komt dat boorsel naar boven, je houdt hem even zo vast op de onderkant dat alles leeg is en dan haal je hem terug. En dan hou je je gat heel. Dan krijg je een mooi keurig gaatje. Waar is mijn gaatje? Hier. Kijk eens hoe mooi rond. En in het begin, dan ging ik toch iedere keer van die stukken eraf halen als je te snel boort. Dus het is langzaam beginnen. Even laten rusten op de bodem, dat alle zaagsel eruit is. En dan naar boven. Ik heb hier een duivel. Die had ik hier blind zitten. Die heb ik doorgeboord. Omdat hier de originele sluiting nog zit van het kastje. Daar kan ik met die schroef aandraaien met een duveltje erin. Deze boor ik van deze kant nog een keer door en dan sla ik hier vandaan een duvel in. Dat is de makkelijkste manier om die duvel daar te krijgen. Het is wel de buitenkant die je ziet. En dan als die kastjes aan elkaar zitten, dan zit dat er tussen, dus dat zie je niet meer. Kijk, ik kan nu een beetje richten met die plank. Hier zit een duvel en een sluiting. Dus ik ga dit nu doorboren en dan zet ik even een plankje erop voor de richting. Ik vind die lijnklem zit behoorlijk in de weg. Die moet een stukje naar achteren. Zo, leg ik hem net op de rand en een beetje naar beneden. Kijk. En dan kan ik hier even richten en dan ietsje aandraaien. Niet te veel natuurlijk, dus het is maar spaanplaat. Kijk, dan zet ik dit als een beetje als richting. Kan ik zo zien dat ik goed horizontaal boor. Zo, die zit erin. En nou de andere kant. Zo, kijk, en dan hebben we hier net een deuveltje erbij. En dan ga ik hier nog een schroef in draaien. Dan ga ik voorboren, want de spaanplaat dat scheurt zo. Dus daar moet ik erg voor uitkijken. Zit dat dit dingetje zit behoorlijk in de weg. Ik ga eerst eens even kijken of ik een schroefje in kan draaien. Ik heb ooit eens 3,540 schroefjes gekocht voor een spaanplaat. Torx op. Kijk. Ik heb een stukje voorgeboord en dit gaat goed, hè? Het gaat prima.
Nou, de kastjes zijn ingekort en een kopschotje er tegenaan gemaakt. En de deurtjes hangen nu, maar nu moeten de grepen eraan. En daar heb ik een boormalletje voor gemaakt. En dan klem ik dat er zo met de onderkant gelijk. Ik boor de gaatjes erin. En ik kan de greep erop zetten. Die komt er zo op. En dan moeten van die schroefjes naar de achterkant vandaan natuurlijk op maat hier zo opkomen. Zo. Kijk, hier. Hij is nog niet geboord, dus, maar dat malletje zit er nou goed op. Ik heb hem met een hoekje eraan gemaakt. En aan de achterkant een los plaatje voor de lijnklem. Dat plaatje aan de achterkant dient ook voor tegen het splinteren van het materiaal als ik aan het boren ben. Kijk, daar hangt hij keurig op de helft van het onderdorpeltje. En zoals we het willen hebben. En dan ga ik de andere kant ook doen. Voor het andere deurtje komt hij natuurlijk spiegelbeeld. En dan kan ik hem omdraaien, die mal, want ik heb hem precies even hoog als aan de bovenkant gedaan. Dus deze maat is ook deze maat. Dus dan kan ik hem draaien. Zo, handvaten zitten eraan. Strak met een malletje. Planken liggen erin. Nou, ik heb er hier, om de kast aan de bovenkant te laten stroken met de deur, heb ik hier een beentje onder gemaakt. Dit moet dus nog een beetje de kopse kant verven. En ik heb er een gleufje in gemaakt. Dat het niet zo heel vlak is. Dan zit er een beetje speling in. Nou, dan kan de randen kunnen dan met acrylaatverf, acrylaatkit even afgekit worden. Misschien aan de onderkant nog een plaatje, triplex. Misschien ook voor het mooi, want je ziet natuurlijk de onderkant zo. Maar ze hangen lekker goed. Ze staan eigenlijk op die rand en hangen van boven.